Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival. Dit is alweer part 3. Even kijken, we moeten... Wat? Wajo. Kijk hè, als ik me in beeld beweeg en kijk dan links in beeld. Oh, dat is vet raar. Oh, nee, jawel, het is nu weg. Oh, dat was echt vet raar. Oké. Sure. Wow. Ik heb een beetje lag. Maar ik weet niet of het helpt om hem op default te gaan zetten nu. Oké, ik heb de mobs trouwens even op easy gezet. Tot nu toe. Ik ga ze in normal houden. Ik heb ze nu eerst op easy gezet. Gewoon omdat... nee, niet zozeer omdat het kan. Nee. Ik heb ze op easy gezet. Omdat we gewoon nog een beetje aan het begin zijn. Ik ben gewoon nog een beetje bezig. Ik was bezig trouwens met een farm bouwen. Ik heb hele harde lag. Echt heel erg lag. Wat even helpt is gewoon even vanaf. En weer opnieuw. Zo. Oké, bijna. Bam. Oké, het heeft niet echt geholpen. De wereld is nog helemaal aan het renderen. Nou ja, maakt niet uit. We gaan het beste ervan maken. Hè? En ik maak hier gewoon even een simpele farm. Gewoon even een normale. Die farm... Oh, nee. Niet zo. Ik geloof dat het ook wel 3 ver kan komen. Ik vind het allemaal zo leuk. Oh, die moest eigenlijk niet. Nee. Oké, dan hebben we de ho nodig. Ik hoop dat ik hier ook een paar seeds bij krijg. Oh ja, wacht. Ik moet natuurlijk wel even water droppen. Wow, water. Oké, daar. Water. Nu. Water. Alweer. Zo. Nou, doen we hier water. En pakken we dit water weer terug. Nee, dat doen we niet trouwens. Ik kan gewoon niet zo overal water nu neerzetten. Ik ga het gewoon even zorgen dat het gewoon mooi recht is. En dan nog daar. Serieus, pak ik precies de laatste. Oké. Ja. Duurde even. Wow. Misschien moet ik maar niet meer gaan springen. Zo, ik heb erg dagen gehad. Dan wou ik gewoon dat ik nog meer lekker heb. Moet je nagaan. Het is echt vreselijk. En dan speel ik ook verder, stop ik eigenlijk gewoon met Minecraft. Want het is gewoon vrij nutteloos om naar Minecraft te spelen. Maar ik denk van, doe het voor de views. Of zo. Zoiets, eigenlijk. Dat denk ik eigenlijk nooit. Maar ik doe het wel. Oh shit. Deze heb ik verkeerd. Nou, later. En deze rij nu. Ik had gelijk, kijk. Water rijdt tot 2 ver. Vast ook wel tot 3 dan, eigenlijk. Ik bedoel, had ik ook gewoon 4 ervan kunnen maken. Maar daar heb ik geen zin in. Om dat nu toch nog te gaan veranderen. Juist, ik heb dus gewoon geen seed. Oké. Wow. Geef mij seeds. I need them. Ik hoef er maar 1 te hebben. Kom op, niet zo flauw doen. Wat flauw is dit toch? Oh mijn god. Kijk, nu hebben we dus een boom. Nu hebben we zeg maar ongeveer 1,5 stek. Boot. 1,5 stek. Boot, ja. Oké, maar dat gaan we nu eigenlijk even niet hakken. Ik wil nu eerst even bezig met de farm eigenlijk. Ik wil eerst even 1 seed hebben. Het hoeft er maar 1 te zijn. En die moet even worden geplant. En ik zie daar genoeg plantjes. En we eten zo even een appeltje. Niet nu. Hoi schaap. Geef mij seeds. Ik heb nog steeds geen seeds. Dat vind
vind ik niet vet. Ik ga het gewoon met de hand doen. Ik vind dat dat helpt. Dat heel erg veel uitmaakt. Ja, het maakt uit. Een not, vast nog niet, maar... Oké, in principe heb ik ook maar één nodig. Ik ga nu wel even die boom hakken. Het ziet er ook zo magulies uit dat. Ik zet deze seed gewoon neer en dan wacht ik gewoon tot die groot is. En dan gaat die zich wel vermenigvuldigen. Oké. Ik heb hier heel irritant internet. Mijn eerste upload, die is nu een kwartier bezig. En hij is op 58%. Is hij nu. En hij is serieus al een kwartier bezig. Ik heb wel erger gehad hoor, dat mijn internet gewoon één streepje of echt gewoon één streepje of minder of zo. Dat ik eigenlijk gewoon geen streepje had, maar dat hij telde als eigenlijk als een half streepje. Dus dan stond er geen streepje, maar dat was eigenlijk een half streepje, dus ik had net internet. Maar dat stond er niet, omdat je geen halve streepjes kunt neerzetten hier. Dus in principe was het eigenlijk een half streepje, want ik had geen streepje, toch had ik internet. Maar toen heb ik ook een video geüpload. Dat was Durpen op Hypixel. En die heeft een hele nacht heeft hij doorgeladen. Dat is echt. De volgende ochtend werd ik wakker. En toen was de resterende minuten. Stond er minuten resterend. Stond er. En dat was serieus. Toen was het gewoon echt nog. Stond er nog 50 minuten of zo. Stond er nog. Zoiets. Dus ja, ik ben naar school. Toen kom ik terug. En toen was het klaar. Eigenlijk. Oké, ik dacht al. Heb ik dat pas... was 13 woed, dat zou raar zijn. Maar ja, gelukkig is dat niet. Maar ik zeg het maar alvast. Abonneer alvast en like, alsjeblieft. En dan heb ik een speciale techniek hiervoor, hè. Kijk. Oh, gewoon in het midden. Dan val je gewoon op elk blok, zodat je nooit fall damage hebt. Toch ga je heel snel naar beneden. Oh. Oh, shit. Dat maakt trouwens helemaal niet uit. Kijk, en zo. Ja, ik heb deze boom al redelijk wat vaak omgehakt. In een andere survival ook al een keer. Dus ik heb helemaal de techniek al bedacht. Ja, dat vond ik wel goed van mezelf, hoor. Not. Oké, nu even weer de laatste paar blokjes weghalen. Ik heb echt een hele harde lag. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden om naar te kijken. Ik zie zelf amper iets. Ik zie het in foto's, mijn beeld. Het is echt vreselijk. Als er nu een mob komt, dan ben ik gewoon dood. Het is echt... Oh, ik heb echt heel erg lag. Het is echt niet normaal. Oh, in bed. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oké. Okay. Nu gaan we weer door. Pakken we het appeltje weer. Even eten. Ja, ik heb dus geen boots. Well, fuck that. Oh mijn god. Toen hadden we alweer 3-4 saplings. Ik plant ze maar meteen weer. Want we gaan ook beginnen met het huis, denk ik. Zo. Oh mijn god, ik heb er gelijk. Even kijken op default text pack of die het dan doet. Ik vind alleen default zo lelijk. Ik vind helemaal niks. Ik krijg niks meer met default text pack. Ik weet al hoe ik ga bouwen, denk ik. Ik ga een soort boerderijtje maken misschien. Dat weet ik niet zeker eigenlijk. Ah, nou, het werkt. Ik heb minder lag. Lol. Ik heb trouwens nog 14 dirt. Dus kan ik hier nog even bij gebruiken. Ik vul gewoon dit op. Zodat ik hier zo. Ik ga een soort boerderij maken, denk ik. Ik weet het nog niet zeker. Ik denk dat ik een boerderij ga maken die een beetje scheef staat. Nou, niet zozeer scheef staat, maar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan zo. En dan zo. En dan is daar komt de deur. Ik maak trouwens hiervan even wooden planks. Precies. Anderhalf stuk. Oké. Dan komt hier de deur. Als jullie dit een lelijk huis vinden. Laat mij, oké. Ik ben ook maar een Minecrafter die probeert een mooi huis te maken.
Zo.